Dag dames en heren. Zware buien trokken gisteravond over ons land en dat leverde schitterende wolkenluchten op. Hier zien we een groot veld met zogenaamde mamates aan de achterkant van een onweersbui. En onweer kwam vooral voor in het zuiden en zuidwesten van het land. Niet alleen dat, her en der kwam het ook tot hagel. Mooie regenbogen hebben we gezien en er kwamen flinke windstoten voor. En die buien leverden behoorlijk wat regen op. Op sommige plaatsen wel 20 mm. Nou, de komende dagen blijft het wisselvallig. Maar die hele grote neerslaghoeveelheden, die laten we toch geleidelijk achter ons. Want langzaamaan neemt de invloed van lage druk toch wat af. Nou, dat zagen we vandaag al. Er waren wat meer opklaringen. Tussendoor scheen de zon af en toe. En er trok van tijd tot tijd nog een enkele bui over. Nou, dat zal dit weekend wel zo blijven. Een buiengebied trekt zaterdagavond over ons land. Vervolgens komt vanuit het zuidwesten een nieuw lage drukgebied naderbij. En daar krijgen we in de loop van zondagavond en maandag mee te maken. Al zal vooral het zuiden dan met wat regen te maken krijgen. Elders lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. Met ook dan soms wat zon. Nou, de temperaturen zijn wel beduidend lager dan eerder deze week. Was het gisteren op veel plaatsen nog 13 of 14 graden, was het vandaag een graad of 8. En ook de komende dagen zullen de maxima uitkomen zo tussen de 7 en de 9 graden. Nou, vanavond en vannacht zijn er een paar opklaringen. In het zuidoosten kan eerst nog een bui vallen. Die trekt spoedig naar het oosten weg. Dan wordt het een tijdje droog en tijdens een opklaring koelt het af naar ongeveer 2 graden. Onder de bewolking is het niet veel kouder dan een graad of 4. En de wind blijft zwak of matig, komt meestal uit het zuiden tot zuidwesten. Dat is morgen overdag niet veel anders. Het wordt best een rustige dag met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En daarbij zien we verspreid over het land zonnige perioden. Maar in de middag ontstaan er ook stapelwolken. Daaruit kan een enkele bui vallen. Maar de meeste buien zijn bestemd voor zaterdagavond. En dan met name in het midden en zuiden van het land kunnen dat dan lokaal best wel stevige buien zijn. Misschien ook wel weer met een klap onweer daarbij. Nou, de middagtemperatuur ligt rond of iets boven normaal voor deze tijd van het jaar, met zo'n 6 of 7 graden langs de noordkust en lokaal 9 graden in het zuidoosten van het land. Zondag zien we dan een duidelijke tweedeling ontstaan. Dat lage drukgebied wat ik net noemde, dat komt langzaam dichterbij vanuit het zuidwesten. Daardoor raakt het in het zuiden en zuidwesten overwegend bewolkt. Later op de dag zou daaruit ook wat lichte regen of motregen kunnen vallen, maar veel stelt dat allemaal nog niet voor. In de rest van het land schijnt de zon geregeld, zeker in het noorden. Daar blijft het ook droog en daar komen de hoogste temperaturen voor van 9 en in de zon misschien lokaal zelfs wel 10 graden. Zodra in het zuiden de bewolking toeneemt en het een beetje gaat spetteren, is het daar maximaal een graad of 8. De wind draait daarbij naar zuidoost tot oost en blijft zwak of matig. En dan de nieuwe week. Ja, die begint licht wisselvallig, met maandag dus vooral in het zuiden van het land een tijd lang regen. Hoeveel er precies valt is nog een beetje onzeker, maar lokaal een millimeter of 10 is zeker in delen van Zeeland, Brabant en Limburg best wel mogelijk. Dinsdag wordt de beste dag van de week, dan blijft het droog met vrij veel ruimte voor de zon. En daarna ja, kan er af en toe een bui vallen, raakt het toch overwegend bewolkt. De zon krijgt het moeilijk en dat betekent dat de temperaturen ook langzaam weer wat omhoog gaan. Overdag naar gemiddeld een graad of 10. In de nachten rond 3 graden, maar dat is wel afhankelijk van het aantal opklaringen. Mocht het toch even opklaren, met name rondom dinsdag, dan kan het in het binnenland her en der wel even tot een graadje vorst komen. Ik wens u een goed weekend.